In Zuidland op Voorneputten is ophef ontstaan na een feestje bij een jeugd-elftalleider van de plaatselijke voetbalclub waar drugs zijn gebruikt. Op het feest zouden ook voetballers van 15 en 16 jaar cocaïne aangeboden hebben gekregen. Gisteravond lichtte de club de ouders in. De elftalleider ontkent zelf drugs te hebben verstrekt. De cocaïne zou zijn aangeboden door bezoekers van buitenaf. De begeleider is voorlopig op non-actief gezet. Onduidelijk is of ouders ook aangifte hebben gedaan bij de politie. Het voormalig zwemparadijs Tropicana aan de Rotterdamse Maasboulevard wordt voorlopig geen concerthal. De exploitant van het pand vraagt faillissement aan. Het plan was om Tropicana om te bouwen tot een concerthal met de naam Live Event Center. Volgens een woordvoerder van de exploitatiemaatschappij liepen gesprekken met financiers op niets uit. 16 personeelsleden die nog in dienst zijn worden ontslagen. Bij een ongeluk met 4 auto's op de A29 net na de Heinenoordtunnel zijn gisteravond 2 gewonden gevallen. Een van de gewonden kon zelf uit de auto komen. Het andere slachtoffer werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de bestuurders is aangehouden. De politie vermoedt dat hij onder invloed was van drank of drugs. Nou, vanochtend is het zonnig, maar vanmiddag krijgen we te maken met een gebied met bewolking. Dus dan raakt het zwaar bewolkt, blijft overal droog. Temperaturen landinwaarts een graad of 15, aan zee een graad of 11.